dat betreft het burgerinitiatief voor de skatebaan in Nibbikswoud. Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van uw gemeenteraad te zetten. Daar stelt de verordening burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Er is een initiatief ingediend om 30 burgers die een skatebaan willen realiseren in Nibbikswoud. De raad heeft in zijn vergadering van 8 juli geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan en het initiatief geldig is verklaard. Het initiatief is daarom voorgelegd aan de raadscommissie, zodat de inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid. In de raadscommissie is een raadsinstrument aangekondigd dat de basis vormt voor deze besluitvorming. Er is inderdaad een motie hier opgesteld. Mogelijkheden onderzoek skatebaan. Mevrouw Visser, bent u woordvoerster? Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een motie voor opgesteld samen met de heer Berlijn en, mevrouw Manshander. Ondersteund ook door de heer Koning. Wij zijn ons te degen bewust dat het niet erom gaat dat de skatebaan tegen een investering van de ton zou moeten komen. Wat wij heel jammer vinden, en ook deze raad heeft heel veel woorden over participatie en om dat soort zaken, dat als er een burgerinitiatief is, dat wij dan toch niet even de moeite nemen om verder te kijken dan onze neus lang is. En een informatienota te doen van helaas, we hebben geen geld, dus het kan niet doorgaan. Dus ik had het al in de commissie aangekondigd dat ik wel graag de handschoen op had wil nemen. Om dat toch verder te kijken samen met deze initiatiefnemers. Hoe wel wat gerealiseerd kan worden. Een skatebaan is een ontzettend populair instrument voor jongeren. Het wordt in heel veel kernen gevraagd. Er ligt nu een mogelijkheid om toch te kijken, zijn er subsidiemogelijkheden, is er een crowdfunding mogelijk, hoe kijkt de initiatiefnemer ervan. Dus als dit voorstel zonder deze motie in één keer erheen gaat, zijn we ons initiatief op de skatebaan gewoon kwijt. En ik roep hier het college op om toch meer in gesprek te gaan en terug te komen met een mogelijkheid om ons te informeren van wat is nou onderzocht en hoe zou het kunnen. En ook gaat deze motie natuurlijk dan iets verder, want er kunnen misschien nog wel meer burgerinitiatief komen. En onder het mantra geen geld zou het jammer zijn als dat een dooddoener wordt en platgeslagen wordt. Voorzitter, dat is even de strekking van de motie om het college daarin op te roepen meer te gaan onderzoeken. Dank u wel. Dan gaan we nu naar de eerste termijn waarin we de beraadslaging openen. En ik wil u nadrukkelijk vragen om ook iets te vinden van de motie zoals die nu aan u is uitgelegd. Meneer Beerpoot, u staat in de startblokken. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn ook wij van mening dat zorgvuldiger met burgerinitiatieven omgegaan moet worden. We zouden dan ook graag zien dat de wethouder, dan wel de organisatie, met de initiatiefneemster in gesprek gaat om met haar te overleggen wat er, zonder financiële steun van de gemeente, mogelijk is. Graag verneming van de wethouder of zij hiertoe bereid is. Tot zover gaan we dus met de motie mee, maar dat geldt niet voor een eventuele bijdrage aan een kleinere voorziening. We hebben geen geld voor dergelijke initiatieven en daarnaast hebben we een dergelijk initiatief in Abbekerk afgewezen. We moeten helder en eerlijk zijn en geen verwachtingen en precedenten scheppen. Verder hebben we in een artikel van gemeentebelangen op de Facebookpagina van Abbekerk en Lambertschaag kunnen lezen dat veel raadsleden, en dan tussen haakjes, die in de omgeving van Nibbikswoud wonen, vinden dat er op termijn iets moet gebeuren. Wat bedoelt de schrijver met de toevoeging die in de omgeving van Nibbikswoud wonen? Dit is nogal subjectief. Is hij bereid om dit te rectificeren? Zegt hij toe dat hij zelf niet meer voor voorzieningen in Abbekerk en Lambertschaag zal pleiten? Dank u wel. Dank u wel. Meneer Genhuis. Dank u wel. Alvast even voor de duidelijkheid. Ik was niet de schrijver, dus ik kan daar ook niet over rectificeren. Dus ik ga gewoon verder met mijn eerste termijn.
Daar waar burgers zich melden bij de gemeente, is het normaal dat ze constructief worden ontvangen. Dit omdat deze burgers erg betrokken zijn bij hun gemeente en leefomgeving. Het moet alleen wel duidelijk zijn wie welke rol heeft. In onze verordening is dat eigenlijk helemaal niet duidelijk beschreven. Want de rol bij een burgerinitiatief, en dat is volgens het rapport van de ombudsman die over burgerinitiatief gaat, de rol van de burgerinitiatief is dat zij zelf alles gaan uitvoeren met eventueel faciliterende hulp van de gemeente. Dus de initiatiefnemer brengt een plan en voert dat uit. De overheid kan om hulp worden gevraagd. Hulp en ondersteuning op maat uit hetzelfde rapport van de ombudsman moet duidelijk zijn dat men van de overheid mag verwachten dat men in achtneming van de prioriteiten ze kijkt welke ondersteuning geboden kan worden. Alleen de vraag is dit op dit moment een prioriteit van ons? Wel voelen wij veel voor deze motie. Op dit moment hebben wij wellicht wel een tekstaanpassing nog, want er staat nu ook heel duidelijk verzoekt het college naar subsidiemogelijkheden te onderzoeken. En volgens mij moet het zijn dat de initiatiefnemer duidelijk op zoek gaat naar subsidiemogelijkheden en wellicht met ondersteuning van met een duwtje in de rug vanuit de gemeente. Maar het moet niet zijn dat de gemeente daar actief op zoek gaat naar subsidiemogelijkheden. Wij wachten ook graag wel de reactie van de wethouder af. Om ook te kijken wat ons standpunt uiteindelijk zal zijn bij deze motie. Dank u wel. Ja, dank u wel. Meneer Nijs. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij stonden in eerste instantie best een beetje dubbel in dit verhaal. Dat hebben we ook verteld in de commissie. Wij vinden dat een burgerinitiatief ook vooral bij burgers moet blijven, bij inwoners. Nou, eigenlijk gelijke woorden als meneer Gringhuis. En dat de raad dat niet direct moet overnemen of gecorrigeerd door het college moet laten overnemen. We vinden een burgerinitiatief een goed middel. Maar eigenlijk, zoals net ook genoemd is, is het niet een vrijblijvend middel. We zien het als een start van een proces waarbij inwoners samen met de overheid, de gemeente in dit geval, optrekken om bijvoorbeeld een mooi idee uit de samenleving op te pakken. En we vonden het nogmaals een gemiste kans dat in de commissie de initiatiefnemers niet hebben ingesproken. Daarbij denk ik ook dat het college, wat ik uit de informatienood heb gehaald, best wel snel ver is gegaan. Het ging meteen een heel concreet plan, €100.000. En ik denk ook niet dat het nodig was geweest. De vraag had best kunnen zijn, weet niet goed. Goh, denk met ons mee, help ons, kijk wat er mogelijk is. En dat je gewoon samen dat gaat starten. En of het dan lukt of niet, neem het in ieder geval serieus. En in die stroom kan ik me eigenlijk best wel vinden in deze motie. Want de motie zegt eigenlijk, joh, ga dit proces nog een keer doen. Probeer het eigenlijk opnieuw en ga kijken of je samen eruit kan komen en kan optrekken. Nou, en die stroming kunnen we eigenlijk best wel goed volgen. Dus wij zullen de motie ondersteunen. Mevrouw Manson. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is mooi wanneer burgers met een initiatief komen. Dat moeten we ten alle tijde positief tegemoet treden en goed kijken wat we als gemeente kunnen doen om initiatiefnemers te helpen. Daarom zijn we mede-indiener van deze motie en hebben daarin meegedacht. We vinden het van groot belang te denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden in deze tijden van beperkte financiële middelen. Denk creatief is onze oproep. De gemeente kan bijvoorbeeld ondersteunen om de mensen op weg te helpen met bijvoorbeeld crowdfunding en of het zoeken van sponsors om geld bij elkaar te krijgen. Of door samen met ze te bespreken wat ze zelf kunnen doen aan bouw, beheer en onderhoud. Daarbij hoef je natuurlijk helemaal geen grote baan te maken. Een kleine baan zou ook kunnen. Dat scheelt ook allemaal in de kosten. We hopen echt dat dit gaat lukken en wensen de initiatiefnemers veel succes. Dat was het, voorzitter. Zullen we als laatste doen? De meeste. Ja, voorzitter. Zo'n burgerinitiatief is wel prachtig en dat moeten we altijd ondersteunen. En we moeten daar creatief mee omgaan. En ook het financiële gedeelte, dat kan natuurlijk altijd door een crowdfunding of wat even, en eventueel een kleine bijdrage van de gemeente. Dat moet in een hele goede communicatie met die burgers naar voren worden gebracht. En daarom de motie van de ChristenUnie steunen we daarom ook van harte. Wel met de aanpassing die meneer Gringhuis voorstelde. Dat lijkt me een hele goede. Met deze. Dank u wel. Meneer Berlijn. Dank u wel, voorzitter.
Ja, burgerinitiatieven, dat zien we, dat is iets wat we heel graag zien bij Hart van Medemblik. Ideeën vanuit de samenleving. En we vinden het wel jammer hoe dat het tussentijds proces is gegaan. Vooraf was het heel duidelijk of de initiatiefneemster wist goed wat ze moest doen. Die heeft alles gedaan. Alleen een stukje verwachtingsmanagement was niet helemaal goed gegaan vanuit de gemeente. Nou, dat is een tip voor de volgende keer. Ik denk dat er genoeg kansen zijn en we moeten denken in oplossingen in plaats van kijken in onmogelijkheden, zoals mevrouw Massander zei. Dank u wel. Meneer Neefjes. Ja, dank u voorzitter. Ik heb een paar keer mijn best gedaan om te mailen om ook als ondertekenaar op de motie te komen. Dat is zeker niet helemaal goed doorgekomen. Maar wij zijn ook voor deze motie, want zo'n initiatief bijvoorbeeld afwimpelen, dat vinden wij wel erg kort door de bocht. Burgers mogen toch op zijn minst positief meedenken verwachten van een gemeente en vooral van een college. Ik kan me bijvoorbeeld een constructie voorstellen dat de gemeente informeert voor subsidies bij wellicht andere overheden en dat de gemeente ruimte beschikbaar stelt en de vergunningen regelt en dat de initiatiefnemer zelf sponsoren of voor crowdfunding zoekt om te kijken wat er mogelijk is. Dus niet in bijvoorbeeld afwimpelen, maar probeer mee te denken met zo'n initiatief. Meneer de Jong. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga maar geen andere voorbeelden van kernpolitiek hier nu gaan noemen, want dan kan ik er nog wel een hele lijst op noemen. Ik beperk me tot het voorstel wat hier ligt. Motie waar we aanvankelijk wat scepties tegenover stonden. Voor ons verdient het proces geen schoonheidsprijs. Ik denk dat het proces zoals het nu loopt een beetje ontspoord is door het feit dat het college al een informatienota uitbracht voordat het in de commissie aan de orde kwam. Ik wil dus ook voorstellen dat we gaan kijken binnen het hele gremium. Kunnen wij een soort van spoorboekje opstellen? Hoe stel je een burgerinitiatief op? Waar moet het aan voldoen? En wanneer komt het advies van het college in beeld? Nou, ons idee is dat het burgerinitiatief, wat wij ontzettend omarmen, hoe meer mensen uit de gemeenschap hun mening met ons willen delen en met ons willen praten over wat ze graag zouden willen, natuurlijk moeten we dat doen. Maar dan moet eerst het gesprek in de commissie plaatsvinden. En vervolgens komt het wel eens een keer terug naar de raad en dan komt ook het advies, of het nou een informatienota is of een reactie van het college. Ik denk dat dat de discussie vertroebeld heeft. Dat heeft misschien ook geleid dat deze mevrouw niet meer wilde verschijnen in de commissie. Wat voor ons heel belangrijk is, als wij dit soort initiatieven bij de burgers neerleggen, dan moeten we van tevoren duidelijk aangeven, wat moet je doen, wanneer komen wij in beeld, wat kan de ambtelijke organisatie doen en wanneer is het college in beeld. Ik denk dat, en ik zou straks heel kort even willen schorsen, voorzitter, omdat wij in de fractie er niet uitgebreid, ja wel uitgebreid, maar we stonden wat anders in het beeld dan tijdens deze discussie, dus ik wil graag straks 2 minuten schorsen. Ik denk wel, en dat is denk ik wat de heer Gringhuis duidelijk zegt, als we deze motie aannemen, dan moet het duidelijk zijn voor de initiatiefnemer dat de gemeente niet meteen de portemonnee trekt. Want we staan er op dit moment gewoon niet goed voor. Alleen, we kunnen misschien het proces wel weer op gang brengen. Daar kunnen we naar kijken. En dan moeten we ook kijken, natuurlijk het punt ambtelijke capaciteit horen we ook vaak. We moeten niet bij voorbaat dit initiatief nu helemaal wegcijferen. Dus ik denk dat wij bij stemming wel positief zullen gaan stemmen met betreft deze motie. Maar er ligt wel een taak voor ons om onze burgers helder te maken. Als ze wat willen inbrengen in de raad en in de commissie, hoe ze dat moeten doen en wanneer het spel gespeeld wordt als het gaat om besluitvorming. Dus dat is in eerste termijn onze reactie, voorzitter. Meneer Koning. Ja, dank u, voorzitter. Ik loop hier al een jaar of 14, denk ik, nu rond. En ik kan me eigenlijk niet heugen dat we ooit een burgerinitiatief hebben gehad. Dus ik kan het me niet heugen, laat ik het zo zeggen. Hè? Dus laten we het dan ook serieus nemen. En afserveren is niet serieus nemen. En bij deze motie ondersteunt de gemeente de initiatiefnemers. Maar het werkt, dan doen de initiatiefnemers doen het zelf. Dus ik zou eigenlijk niet weten waarom je deze motie niet zou ondersteunen. De aanvulling van gemeentebelangen, daar ben ik het mee eens. Want het wekt nu inderdaad de suggestie alsof de gemeente de portemonnee trekt.
En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Want financieel zitten we er gewoon niet goed voor. Dus wat dat betreft, die aanvulling die ondersteun ik. Tot zover. Mevrouw Schouten. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er is al heel veel hier natuurlijk over gezegd. We kunnen het standpunt ook van het college begrijpen. Want we hebben gewoon te maken met financiële tekorten. Echter vinden wij dat deze motie oproept om creatiever te werk te gaan. Hierbij kan je denken aan subsidiemogelijkheden onderzoeken of met de inwoners juist in gesprek te gaan, hoe ze de paden moeten bewandelen. Kortom, het duwtje in de rug. En we vinden het ook jammer dat deze motie eigenlijk nodig is. Want het zou eigenlijk de normaalste zaak moeten zijn om na een burgerinitiatief een gesprek aan te gaan. Want op basis daarvan maak je plannen, zodat je het voorstel goed kan inschatten. Nu wordt er zomaar een prijskaartje van 100.000 euro aangehangen, terwijl dit is gebaseerd op plannen uit een ander dorp. De initiatiefnemer zelf heeft nooit de plannen, wensen kenbaar kunnen maken. Nog een paar opmerkingen over waarom de initiatiefnemer de vorige raadscommissie er niet was. Dat heeft te maken omdat zij dacht dat het plan toch niet haalbaar was. En daarom heeft ze een andere afspraak stond gepland en is daar toen naartoe gegaan. De initiatiefnemer zelf is ook realistisch. Ze begrijpt, er zijn geen financiële middelen in dit huis. Dus een grote skatebaan is ook niet wat ze voor ogen heeft. Wat de heer Koning ook al zei, een burgerinitiatief, dat staat niet regelmatig op de agenda. Dus als er eentje komt, dan willen wij ook dat er serieus naar gekeken wordt. Kijken naar de kansen en mogelijkheden in plaats van een grote streep door het plan te zetten en het af te schuiven. Tot zover. Dank u wel. Mevrouw Visser, uw collega's gehoord hebben. Nou, dan mag ik heel veel collega's al bedanken voor de positieve bijdrage op deze motie. Er wordt een suggestie gedaan vanuit meneer Gringhuis. En eigenlijk staat, als ik kijk, dat die ene bullet had in moeten springen. En die is eronder gekomen. En als die bullet inspringt, dan staat er gewoon verder in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. En dan staat er dus ook om subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Ik heb ook wel een, hè, en we mogen, het is een burgerinitiatief. En ik hoor, ik heb de heer Jong ook gehoord. Een burger heeft geen enkel verstand van procedures. Heeft geen enkel verstand van onze politieke spel, voor zover burgers naar ons kijken. Mijn telefoon gaat nu appen, dus waarschijnlijk kijkt er nu iemand toch en die geeft mij een appie. Maar voorzitter, dan moet je een burger meenemen in het hele proces en begeleiden. En dat vraagt nog wel wat natuurlijk, of het dusdanig op je website goed zetten. Dus wij gaan niet vragen aan het college, wilt u alle subsidiemogelijkheden onderzoeken? Dus allemaal samen met de initiatiefnemers. En ik mag hopen, als deze motie aangenomen wordt, dat wij over een tijdje toch met die mevrouw hier aan tafel zitten, waardoor er een voorstel ligt waarop er enigszins voor die kinderen een skatebaan gerealiseerd kan worden. En dat we met z'n allen toch opgetrokken zijn om met elkaar de zorgen te delen, maar ook te komen tot mogelijkheden. En dat zou voor mij zou dat, en ik, voor iedereen die ik gehoord heb, toch een fantastisch resultaat zijn. Gaat u dan zelf ook skaten? Nou, in het belang van ziekteverzuim, of in het kader van ziekteverzuim, ik laat het aan mijn kleinkinderen toe en die zijn er reuze goed in. Ja, dat geloof ik vast. Ik moet u nog even onder de aandacht brengen dat de wethouder ook nog iets kan zeggen over de motie. Is daar überhaupt behoefte aan? Ja, graag, voorzitter. Ja? Ja. Oké. Okay. Mevrouw Fit, u bent van harte uitgenodigd. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, het is hoe dan ook een zeer sympathiek voorstel. Het college heeft inderdaad ook al tijdens de commissie ook aangegeven dat het passende speelvoorzieningen voor deze leeftijdsgroep, dat dat wel onder de aandacht is. Maar ik ga toch ook toch nog een aantal dingen tegen uw raad zeggen, omdat wij echt voor ingrijpende begrotingskeuzes staan.
college is daar afgelopen 2 dagen mee aan de slag gegaan. En wij hebben heel veel moeilijke keuzes moeten maken om tot een sluitende begroting te komen. Dus het is een sympathiek initiatief. Wij hebben hier eenvoudigweg geen budget voor. Ik denk dat ik dat heel nadrukkelijk ook moet stellen. Eveneens de bijdrage van de ambtelijke organisatie om daar samen in op te trekken. Als het echt over een skatebaan gaat, nou, daar kunt u geen appel op doen. Het past ook niet in bestaand beleid. Dus eigenlijk voor een nieuw initiatief is feitelijk geen ruimte. We hebben wel, zoals eerder aangegeven, contact gezocht met de jongerenwerker. En de jongerenwerker heeft contact gezocht met de initiatiefnemer hierover. En natuurlijk, en want dat is ook nadrukkelijk wat ik heb gehoord vanavond. Natuurlijk moeten we wel kijken om dit initiatief in goede banen, het idee van dit initiatief in goede banen te leiden. Dus dat wil zeggen dat het proces zoals dat is gegaan, dat behoeft verbetering. Dat is helder. Er is ook al een voorstel gedaan om dat inderdaad ook op te pakken. Natuurlijk willen we dat gesprek voeren met de initiatiefnemer. Maar eigenlijk is het ook hier al gezegd. Een burgerinitiatief betekent eigenlijk dat de partij die dat indient staat feitelijk voor alles opgesteld. En als we die lijn kunnen aangeven van hoe dat werkt, dan willen we dat uiteraard zeker doen. Dus het is eigenlijk een hele sobere reactie vanuit het college, voorzitter. Het college ziet eigenlijk niet veel mogelijkheden, in alle eerlijkheid. Maar het gesprek wilt u graag aangaan? Zeker. Goed zo. Ja. Dank u wel. Zijn er vragen aan de wethouder? Meneer Koning. Ja, dank u, voorzitter. Hoeveel geld en capaciteit denkt u dat dit gaat kosten? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Want dan vraagt u mij, waar het over gaat is van, past dit in bestaand beleid? Er is geen beleid, dus dat betekent dat je op basis daarvan met elkaar het gesprek aan moet gaan. Wij hebben een eerdere aanvraag bekeken en behandeld in het kader van Abbekerk. Daar is toen een quickscan gedaan op basis waarvan we inderdaad tot een beeld zijn gekomen. Maar dat is inderdaad in een situatie die concreet gaat over wij willen graag een skatebaan. En dit is eigenlijk in de aanloop daarmee. Dat vraag ik niet. Wij vragen of u capaciteit kan leveren om die mensen even te ondersteunen om een crowdfunding op te zetten. Dus mijn vraag aan u is, hoeveel capaciteit denkt u dat dit gaat kosten, deze motie? Want volgens mij is dat namelijk niet zoveel. Nou, ik heb volgens mij ook toegezegd dat wij het gesprek aangaan. Ja, maar toch staat u niet achter deze motie, dus. Nee, nou, ik wil heel nadrukkelijk wijzen op de zaken die ik net genoemd heb. Ik wil dat niet onbesproken laten bij uw raad. Nou. Voorzitter, ik ben teleurgesteld. Dat was ik al in de commissie, vandaar deze motie, maar ik ben het wederom. En deze motie roept helemaal niet op om geld vrij te maken. Deze motie. Weet wat u zegt nu? Werkelijk waar. Beste burger, kom nooit meer naar het gemeentehuis, want we gaan u niet helpen, want we hebben geen geld en geen ambtenaren. Dat is een dooddoener. Daarmee gaat u alles wat er maar komt uit de bevolking meteen plat slaan onder het mom van. En de belofte, ja, we gaan wel praten, maar dat staat hier niet. U moet uw burger toch ook mee kunnen nemen, iemand die als leek binnenkomt met een initiatief voor kinderen, die wij allemaal denken van, het is zo weinig hier. U komt nog steeds niet met een goed beleid. We wachten allemaal, er is weer iemand die zit te kijken, we wachten allemaal op het accommodatiebeleid. Hoe kunt u nou hier met droge ogen zeggen, ik ga u zeggen dat we geen geld hebben. Dat staat toch ook niet in de motie. Er staat in de motie dat onder het mantra van geen geld te gaan zoeken naar mogelijkheden die er wel zijn. U heeft met uw informatienota het proces direct stopgezet. Ook naar de initiatief nemen. Dat is toch een teleurstelling geworden van iemand die zoveel handtekeningen ophaalt. Zijn nek uitsteekt of haar nek uitsteekt om toch nog wat voor elkaar te krijgen. Dat slaat u dood.
En deze motie zegt, wilt u alstublieft die burger een beetje begeleiden, zorgen dat niemand weet, hè, hoe dat allemaal werkt. Ook al ben ik een raadslid en ik zou iets beginnen, weet ik het ook niet. Er wordt, net als de heer Koning zegt, helemaal geen volledig ambtenarenapparaat gevraagd. We vragen geen ton. We vragen om in gesprek te gaan en dit heel goed af te ronden, zodat wij tevreden zijn, de burger tevreden is en dat u eens een keer uw best doet dat hier wat komt. En dat ben ik erg teleurgesteld, want u begon niet met ik ga mijn best doen. U begon meteen, ik ga de raad meteen zeggen dat we geen geld hebben en dat u van mij weinig hoeft te verwachten. Ik hoef geen reactie van de wethouder, voorzitter. Dank u. Maar natuurlijk, maar meneer De Jong, die zit al heel lang met zijn vinger omhoog en die heeft in het onderwijs gezeten, dus dat moet ik dan. Ja, jij ook. Heeft gezeten, ja, klopt. Even richting mevrouw Vitt. Ik denk dat als ik de raad zo proef, heeft de raad heel duidelijk gezegd, we moeten deze mensen niet een vorst voorhangen dat er geld komt. Punt. Ik denk dat de raad daar heel duidelijk in is. Het enige wat via deze motie, en verbeter me maar collega's als ik het fout zeg, deze raad roept nu alleen maar op om deze mensen weer op weg te helpen, om te kijken hoe ze wel aan hun middelen komen, want de gemeente heeft het niet. Dus dan denk ik, maar goed, en dan ga ik even op uw stoel zitten, dan kunt u eigenlijk deze motie bijna niet afraden. Als het al heel duidelijk deze raad zegt, er is geen geld, we gaan deze mensen op weg helpen en that's it. En dan zien we wat eruit komt. En als het dus niet financieel haalbaar is voor deze initiatiefnemer, dan is het ook een uitkomst. Maar we helpen ze wel op weg en dan zien we wat eruit komt. Dus dat is eigenlijk ook een pleidooi in de lijn van de motie zoals die hier ligt. Ja, maar volgens mij, dank u wel dat u het nog even goed samenvat. Ik heb ook inderdaad niet gezegd dat we het niet gaan doen. We gaan het wel doen. Maar ik voel me ook verplicht vanuit het college om hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen. En natuurlijk nemen we dat serieus. Uiteraard nemen we dat serieus. En ik denk ook, meneer Grindhuis heeft een goede suggestie gedaan. Wij hebben daar vanmorgen ook nog over gesproken, over misschien een update van die verordening, zodat het inderdaad beter uit te leggen valt en inderdaad aan de voorkant de verwachtingen managen. Dat is een belangrijke boodschap. U hebt mij niet horen zeggen dat u niet uw best doet. Ik probeer alleen te verwoorden wat de raad nu heeft uitgesproken, om u daarin in mee te krijgen als dat lukt. Dank u wel, mevrouw Schout. Ja, het is ook nog wel een beetje een verlengde, want u had natuurlijk aangegeven net van u gaat het gesprek aan, de toezegging. En wat ik me dan afvroeg van wat wordt dan het doel van het gesprek? Wordt dan dat het doel, de punten die hier in de motie staan? Of hoe heeft u voor ogen hoe dat gesprek eruit gaat zien met de initiatiefnemer? Het gesprek met het initiatiefnemer zal in ieder geval zijn een terugblik op hoe het tot nu toe is verlopen. En vervolgens stilstaan bij dat wat zij voor ogen heeft of wat die groep mensen voor ogen heeft. En vervolgens in kaart te brengen waar zij vragen over heeft. En te kijken of we haar daarmee op weg kunnen helpen. Zo stel ik het me in eerste instantie voor. Ja, dus dat komt inderdaad overeen met de punten die ook in de motie staan. Ja, dat is, nou ja, volgens mij zei ik net ook al dat, dat wij in ieder geval het gesprek erover aan willen gaan. En dan had ik nog een vraag, want u had als idee geopperd aan de initiatiefnemer over de jongerenwerker. Dat is vanuit u bedacht. Heeft u gecheckt of de initiatiefnemer dit ook een goed idee vindt? De initiatiefnemer vond dat een heel goed idee. Ja. Oké. Okay. Dank u wel. U wou nog iets vragen aan de wethouder? Nou, niet iets vragen. Ik dacht voor de verandering eens een keer een compliment vanuit Hart van Medemblik. Dat het college in de toekomst hier naartoe gaat kijken om het te verbeteren. En dat wilde ik wel even gezegd hebben. Dat het wel een goed signaal is. De verbetering. Goed. Dank u wel, wethouder. Dan hebben we de bijdrage van het college achter de rug. Tweede termijn, is daar nog behoefte aan? Voorzitter, ik had gevraagd om een schorsing, maar ik zie daar mijn nadering zien vanaf. Ja. Fijn, dank u wel. Wie wilde nog wat zeggen in de tweede termijn? Meneer Nijsving? Meneer Grinhuis? Mevrouw Visser? Meneer Koning? Ja, dan begin ik met de bovenste. Uit de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even ingaan op wat mevrouw Visser ook zegt over die capaciteit en de middelen. En ik ben het er helemaal mee eens. En mevrouw Fitt zegt dit nu en het is wat ongelukkig op dit moment. Voor mij ging het er nu niet over. Maar het wordt wel een soort mantra van het college dat constant bij elk besluit geen geld, geen capaciteit, of het nou over grote plannen gaat of klein als een skatebaan. En ik denk ook wel eens van ja, volgens mij trekt dat alle energie weg uit alles. Uit de raad, uit het college zelf, uit de organisatie, maar ook voor inwoners die zeg maar hier naar luisteren. We komen op deze manier gewoon niet verder. Dus ik wil toch wel, ik heb niet de oplossing, maar dat mantra volhouden van geen capaciteit, geen middelen. Ja, daar kunnen we echt, ik kan er helemaal niks meer mee. En het wordt ook een beetje tegen dovemans oren, want ik heb het al 1000 keer gehoord. Dat wou ik toch even meegeven. Geen huis. Dank u wel, voorzitter. De suggestie is overgenomen door de ChristenUnie. Die is van ons van belang. Dus dat is ook eentje waarom wij mee zullen gaan met deze motie. Een beetje in het verlengde van de heer De Jong, maar ook wel in het verlengde wat vanuit het college komt. We moeten inderdaad goed kijken naar eigenlijk het burgerinitiatief zoals het nu benoemd staat. Er staat te weinig in. Nou, de heer Berlijn zei het ook al. Hoe gaan we dit allemaal verwachten? Wie welke rollen heeft, et cetera. Wellicht dat we daar dan nog gaan kijken of we daar zelf dan met een initiatief gaan komen. Mocht het te lang gaan duren om met een nieuw voorstel te komen hierover. Wellicht dat we dan hier als raad zelf het initiatief kunnen nemen. Dank u wel. Ja, dank u voorzitter. Ja, eigenlijk in het vervolg op de heer Nijsing, waar ik het helemaal mee eens was met die woorden. Ik was helemaal flabbergasted door de woorden van de wethouder. Dit is echt een dooddoener voor alles. Als we de woorden van de wethouder eigenlijk meenemen, dan kunnen we net zo goed stoppen met het burgerinitiatief. Kunnen we dat beter gewoon uit onze wetgeving weghalen. Want dan komt er gewoon iedereen die hier een aanvraag doet, die krijgt een deksel op zijn neus. En volgens mij kost dit echt niet veel capaciteit. Ik denk als iemand een middagje even met die mevrouw gaat zitten of met de initiatiefnemers, dan ben je rond en dan gaan nu van start. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik snap echt het moeilijke gedoe niet. Maar tot zover. Dank u wel, meneer De Jong. Ja, dat verhaal van capaciteit en geld, dat horen we inderdaad heel vaak. Maar ik denk dat het wel realiteit is. En ik ben dus ook heel benieuwd wat de komende begroting ons gaat brengen. Maar ik denk bij een burgerinitiatief, het moet niet meteen het doel zijn dat er geld beschikbaar is. Maar het betekent mensen die initiatieven hebben op weg helpen om te kijken hoe ze wel dingen kunnen bereiken en hoe ze eventueel geld kunnen genereren. Dat betekent niet dat wij meteen de portemonnee moeten trekken. Dus dat is even een andere insteek. Vandaar dat ik een blij doordeel voor. Maak een soort handleiding voor een burgerinitiatief. Dat mensen als een burger, waar moet je zijn? Wat wordt er van mij verwacht? Wat is de rol van de commissie of van de raad of van het college? Maar niet per definitie dat er geld beschikbaar is. Maar we kunnen je wel helpen geld zoeken. Want dat is er wel in de maatschappij. Alleen je moet de wegen kennen. En dus ik snap dat mantra, geen capaciteit en geld, snap ik. Maar ik ben wel zo reëel dat ik ook snap dat het zo is op dit moment. En hoe vervelend het ook is, betekent niet dat je initiatieven moet afkappen. Je kunt mensen helpen. Goed, mevrouw Visser, wilt u dit? Ik wil graag ook nog even iets zeggen. Met de aanpassing zoals die voorgesteld is, daar kunnen wij ons ook in vinden. En ja, ik stel vast dat het toch wel fantastisch is dat de hele raad het unaniem eens is en een heel duidelijk signaal afgeeft. Dank u. Mevrouw Visser, ter afsluiting. Ja, kort graag. Ik ben natuurlijk hartstikke blij samen met de mede-indieners dat dit omarmd wordt. Het is in een discussie geworden over geld en capaciteit. Dat heeft er natuurlijk mee te maken. PWF en ook ChristenUnie heeft een tijd terug een vraag gesteld. Toen stond er op de WMO site, op de website onder WMO, komt u alstublieft niet bij ons een aanvraag doen, want de gemeente heeft geen geld meer. Dat is gelukkig gecorrigeerd. Maar dat is dus ook, en dat, meneer De Jong, omarm ik ook met u. Het mag niet het mantra worden voor de laatste maanden van deze periode. En dat is ook wat onder deze motie ligt. Laten we zuinig zijn met alles wat er is en laten we juiste keuzes maken. Het geld is er niet, maar dat kan niet zo zijn dat we dan ook maar helemaal niks meer gaan doen. Want dan hebben wij vanaf morgen een reces tot aan de verkiezingen van maart. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dus daar is mijn laatste woord. Maar ik ben blij met alle steun. En ik denk de initiatiefnemer ook. Nou,
Tweede termijn, klaar? Klaar. Klaar.